Het is een drukke dag in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. Het personeel zet zich weer 100% in om de zorg van alle patiënten op een hoog niveau te houden. Ambulances rijden af en aan en de behandelkamers van de spoedeisende hulp zitten continu vol. Ook op de afdeling verloskunde staat gynaecologe Simone Kuppens klaar met haar team om een zogenaamde versie uit te voeren bij de 36-jarige Tulay, die zwanger is van haar vierde kind. Een versie is het draaien van een kindje dat verkeerd om ligt. Dus als met zijn billen eerst ligt, draai je van stuit naar hoofdligging, zodat het met het hoofdje eerst komt. En het is zo spannend omdat je nooit zeker weet of het lukt. Tulay's baby ligt in een stuitligging en ze hoopt door deze ingreep een keizersnee te voorkomen. Heel spannend, ze pakken het in principe een klein beetje op. Dat is het pijnlijke gedeelte, als het tenminste meteen goed gaat, zeg maar. Tulay is ervaringsdeskundige, want twee eerdere kindjes moesten ook op deze manier gedraaid worden. Ik heb twee jongens die dwars hebben gelegen. Nou, ze zijn schatjes, ze zijn ook echt hartstikke lief. Mijn dochter die lag perfect recht. Die was ook super lief toen ze een babytje was, nu nog steeds, maar dat is echt een pubertje, zeg maar. Dus ik hoop dat deze wel weer hartstikke lief is. Papa heeft de andere kindjes naar school gebracht en komt zijn vrouw bijstaan. Hij is blij met het vierde kindje dat wat hem betreft niet de laatste is. Twee misschien nog. Wat gaat hem nu worden? Bij de vorige versies had Tulay erg veel pijn en daar kon haar man niet zo goed tegen. Als ik een keuze zou geven, dan zou die denk ik niet erbij willen zijn. Maar ik vind gewoon dat hij eigenlijk wel hoort. Dat als ik hem nodig heb, dat hij dichtbij is. En dat hij meekrijgt wat er gebeurt. Want ik heb soms het idee dat als mannen er niet bij zijn, dat ze niet zien wat eigenlijk een vrouw doormaakt. Dus je moet er gewoon erbij zijn. Naast de pijn is het ook niet geheel ongevaarlijk om de baby om te draaien. Het kan bijvoorbeeld verstrikt raken in de navelstreng. Tulay wordt van tevoren goed onderzocht om de conditie van het kindje uitgebreid vast te stellen. Als het niet lukt, is de bevalling lastiger voor moeder. Omdat het kindje met het grootste gedeelte als laatste komt. En dat kan soms lastiger en moeilijker zijn. En dat kan ook iets gevaarlijker zijn voor het kindje. Het is gewoon veel veiliger voor een baby als je met je hoofd eerst geboren wordt. Maar papa kijkt al heel blij, zie ik. Jawel hoor. Papa. Wel. Komt u waar, ja. Liever vier jongens gaan. Liever vier jongens gaan. Goedemorgen. De geplande versie kan alleen gedaan worden als de conditie van de baby goed is. Ja. Zo. Ga ik eens eerst voelen aan uw buik. Dus na de echo, als hij nog in stuit ligt, gaan we eerst een hartfilmpje maken van de baby. Zeker een half uur. En zo kunnen we beter inschatten hoe de conditie van de baby is. Van mij mogen we meekijken. Weet je al wat het is eigenlijk, jongen of meisje? Ze hebben één keer gezegd dat het een meisje is. Dus ik ben heel benieuwd of het nog steeds zo is. Dan moet de huis alles gaan ruilen. Ja, het is maar dat ik niks kan verklappen. Hè, ah, je mag alles verklappen. Ja. Graag zelfs. Dus eerst goed proberen een beeld te krijgen hoe de baby juist ligt. Dat is Polke. Het hoofdje, ja. Ja. Het hoofdje ligt hier opzij. Kijk. Al weken. Al weken hier opzij en niet boven? Nee. Daar zit hartje kloppen. Ja. Ik heb nog geen piemeltje kunnen ontdekken. Nee. De placenta ligt hier van voor. De placenta of moederkoek willen ze na de bevalling meenemen naar huis. Voor een speciale ceremonie. Oh, dat is goed dat je het zegt. Ja, dat mag. Nee, dan kunnen we er al rekening mee houden. Ja, want dat mag, absoluut. Dat is... Kunnen we bakken en opeten? Nee. De placenta die begraven wij. Mijn man is Surinaams-Javaans. Dus bij zo'n ritueel is een gebed met kaarsen. En ja, niet echt heel groot, gewoon heel klein en sumier. Maar toch wel heel belangrijk voor schoonouders en voor het kindje zelf ook. Komt er een appelboom? Een appelboom? Komt er een appelboom, zegt hij. Ze zeggen dat het dan vruchtbaar is. Ja, als dat voor jullie fijn is, moet je dat zeker doen, ja. Hè? Heb je vorige keer veel pijn gehad bij het draaien? Ja. Bij het draaien zelf wel, ja. Ja, deed pijn? Ja. Uw buik voelt wel heel soepel aan, maar gaan we u wel een prikje, een spuitje geven in uw bloed. Mm-hmm. Dus in uw arm, zodat die baarmoederspier heel goed soepel blijft. Oké. Okay. Hebben jullie nog vragen over de draaiing zelf? Ja. Nee, meer over wat er daarna gaat gebeuren, als het gelukt is. Ja. Hopelijk bevalt ze vandaag of morgen vlot.
En als het niet gebeurt? En als het niet gebeurt, dan gaan we daarna verder kijken. We zullen eerst zien hoe het vandaag gaat. We zullen maar eens beginnen met de draaiing. Okay. Een versie is nooit zonder gevaar. En het team moet goed op elkaar ingespeeld zijn. Je voelt wat de ander doet. Je weet waar het even moet duwen of juist niet even duwen. Daar zit hem de kracht op, denk ik. Dat als je een bepaalde handeling steeds met dezelfde mensen doet, je non-verbaal natuurlijk ook sterk wordt. Er hangt veel af van deze versie. Als deze namelijk lukt, kan Tulay daarna op een natuurlijke manier bevallen. Ik voel me nu eigenlijk wel goed, alleen ik weet gewoon dat het gewoon heel lang gaat duren. Dat is een beetje hetgeen waar ik tegenaan zit. Ik kijk niet op naar de pijn of dat soort dingen. Ik blijf positief. Nadat de hartslag van de baby een half uur lang goed in de gaten is gehouden, komt Simone de versie doen. Goeiedag. Hey. Simone Kuppens, gynaecoloog. Hey. We proberen zo dadelijk het kindje recht te draaien. Hè? Want als de vliezen nu zouden breken... Ja, dat is zonde. Dan zouden we aan een keizersnee zitten. Dus, vandaag... Nee, dat klopt. Ja. Gaan we maar beginnen. Gaan we maar eens een diepe. Heel goed. En uit. Goed zo, en nou ontspannen. Wat mag gebeuren? Heel goed. Heel goed, hou vol. Heel goed, probeer niet op te spannen. Prima. Neem ik het hoofdje beet, hè? Laat maar gaan, hè. Heel goed. Heel goed. Zal ik hem een duwtje voelen? Ja, is goed. Hou vol, meid, hou vol. Hou vol, hou vol. Dat is vervelend, maar hou vol. Ga je buik eens met lucht inhalen? Voor Tulay en haar familie breekt een spannend moment aan. De voorgaande versies zijn zeer pijnlijk verlopen en iedereen houdt ook dit keer weer de adem in. Ja, dat is heel goed. Dus het hoofd zit nu op ongeveer 7 uur. Heel goed. Nog eens een hap adem. En uit. Heel goed. Nog eens een diepe hap lucht. Ja. Ja, heel goed. Bijna klaar. Heel goed. Hou vol. Adem uit. Heel goed. Alle spieren losnemen. We zijn er bijna. Dus kijken waar mijn hoofd zit. Daar ja, helemaal. Stoptijd. Het is gelukt. Ja. Goed, hé. Goed gedaan. Prachtig. Ja. Ik ben blij dat het klaar is. Met veel mee. Gelukkig. Nou, hopen dit plek liggen. Nou, dat is echt fantastisch dat het gelukt is. Dat is geweldig. Want dit maakt een natuurlijke bevalling heel goed mogelijk. En zorgt dat we geen keizersnee hoeven doen. Dus er is heel veel gewonnen vandaag, hè? Dat is goed gegaan. Ja, dat is echt snel. Je zag hem ook draaien, hè? Ja, de voet zag hem heel zo veel langer. Ja. Iedereen is opgelucht dat het allemaal zo snel en soepel verliep. De vorige keer was het echt heel erg moeilijk en heel pijnlijk. En nu ging het eigenlijk zo spontaan, zo snel. Maar ik zag, wat gebeurt er? Wij staan echt zo van, oké. Want eigenlijk hadden we ons eigenlijk wel voorbereid op. Maar nu, prachtig. Ik ben helemaal blij. Ja, nou gaan we door. nou mag het komen. Je ziet dat het hoofdje mooi beneden ligt. Hè? Voor de opening, dus dat is perfect. Hè? Het hoofdje ligt mooi beneden. Nou, ja. Zou zeggen, hou zo. 2 dagen later is baby Jada geboren. Het was een vrij snelle bevalling en zonder al te veel complicaties. Moeder en kind maken het bijzonder goed en het hele gezin is ontzettend blij.